De opleiding kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent is eigenlijk uniek doordat we verschillende artistieke disciplines in één opleiding samenbrengen. Het feit dat wij samen onder één dak huizen met theaterwetenschappen, met de kunstwetenschappen, beeldende kunst, architectuur, is zo'n ongelooflijke rijkdom. Je wordt echt als een breed iemand gevormd in dat eerste jaar. En dus vanaf dat je in het tweede jaar voor de major muziek kiest, gooien wij u, laten we zeggen, in een soort van muzikaal taalbad. Je leert de muziekgeschiedenis te lezen, laten we zeggen, vanuit de muziek zelf. Dan moet je natuurlijk het alfabet van de muziek kennen en moet je noten kunnen lezen. Maar dat is iets dat je op zich heel, heel snel onder de knie kan hebben. En op die manier kan je dan gaan zien hoe zijn componisten met die taal omgesprongen, hoe zijn ze daar heel creatief mee te werk gegaan, zodanig dat er betekenis gecreëerd wordt. Wat betekent muziek voor de mens? Wat betekent muziek in een bepaalde culturele context? Welke dromen hebben mensen altijd met muziek uitgedrukt? Welke idealen hebben ze uitgedrukt? Dus alle vragen die je over muziek kan hebben, kunnen aan bod komen. En we gaan erg mee met de belangstelling van studenten. Naast de historische tak van de muzikologie bieden wij vooral vakken aan vanuit de systematische muzikologie. En de systematische muzikologie gaat eigenlijk over algemene principes van muziek. Ja, eigenlijk, wat maakt muziek voor de mens interessant? De opleiding is sterk verweven met het onderzoek die doorgaat op het IPEM, het Instituut voor Psychoacoustiek en Elektronische Muziek, waar we eigenlijk met artiesten in het veld, culturele centra in het veld, onderzoek doen om nieuwe concepten, nieuwe vormen van muziek maken en beleving te gaan ontwikkelen. We proberen in de opleiding zoveel mogelijk naar buiten te gaan, naar de plaatsen waar muziek gemaakt wordt en waar muziek leeft. Een voorbeeld van een repetitie bij te wonen in Concertgebouw Brugge van een renaissance ensemble, dat gaat dan over de muziek die ze in de cursus moeten studeren. Maar dan ervaren ze die meteen, hoe die klinkt, hoe die gemaakt wordt, hoe die gerepeteerd wordt, de energie die daaruit spreekt. En dat is van wezenlijk belang om de theoretische kennis ook te kunnen begrijpen. We onderhouden excellente contacten met de grote cultuurhuizen. Denk aan de Singel, Concertgebouw, Bozar, Opera Vlaanderen, de Muntschouwburg. En we horen ook voortdurend hun vragen. Die connectie met het werkveld, ik denk, dat is een van de grote troeven van de opleiding in Gent. De culturele sector is natuurlijk heel breed. Hè? We hebben niet alleen nood aan kunstenaars, maar ook aan mensen die het faciliteren, die mee nadenken, mee cureren, mee programmeren. Heel de wetenschap daar rond is ook heel belangrijk. Daarmee bezig zijn, daarover nadenken. En dat is wat kunstwetenschappers doen.